Nou, daar ben ik dan in de Zwitserse Alpen. Wat doe je? Je rijdt via Keulen, Frankfurt, Basel en bij Hinterlaken ga je rechts de berg in en dan rij je zo het Jungfrau Ski Region in. Achtung! Dat die hier 30 à 40 meter naar beneden sprongen. Ongelooflijk. De Lauberhorn is een van de beroemdste wereldcupafdalingen. De coulissen is hier geweldig. Nou, dit is dus een significant punt van de Lauberhornabfahrt. De skiers maken hier een bocht van 90 graden met een sprong van 30 à 40 meter erachteraan. Hoenschop. We gaan het proberen. Ook zonder een wedstrijd te willen doen, moet je toch wel redelijk kunnen skiën, want er zitten erg steile stukken tussen. Nou, dan zijn we dus nu in het tweede gedeelte van de Lauberhorn. En dat is het glijgedeelte. Want als je een goede skier bent, moet je ook goed kunnen glijden. En die gasten gaan hier nog steeds met 100 km per uur, hè? Wow! Op dit gedeelte van de Lauberhorn halen ze de hoogste snelheden van 150 km per uur. Wauw. Wow. Die is gek. Nou, het is geen 150 km per uur. Het is iets van 82. Oh, echt, maar mijn hart klopt in mijn keel gewoon. De afdaling kun je ook als spel downloaden voor je computer. Kijk naar de Ski Challenge. Nou, dit is dus het laatste stukje van de Lauberhorn. Erg stijl. Beneden is de finish. Als ik hier naar beneden kom, verdien ik een drankje.